Vandaag is de wagen van het jaar een kleine Berlin met 5 zeer nuttige deuren. De Lancia Delta is een nieuwigheid van het Salon 1980. Een salon dat plaatsvond onder het teken van de energiebesparing. De gefortuneerden onder ons kunnen er misschien over nadenken zich deze Clenette uit Californië aan te schaffen. Het model is een kopie uit de 30er jaren en kost amper 2 miljoen Belgische frank. Er was een massa bezoekers op het automobielsalon, maar sinds 25 jaar zijn de zaken heel wat veranderd. In 1955, er lag toen sneeuw, gebeurde de opening van het salon in Hoge Hoed aan Frank. De grote nieuwigheid, trouwens nu nog altijd in de mode, was de Thunderbird, die het gebruik van de panoramische voorruiten lanceerde. In 1980 was de sfeer net als toen, maar de objectieven van de constructeurs zijn redelijker geworden. Deze constructeurs hebben de neiging wat hun modellen betreft energiebesparend te werk te gaan. Onder de zeldzame nieuwigheden van het Salon 1980 was er deze naar vorm vrij originele brek van Mitsubishi. Citroën heeft zijn GS uitgerust met een achterdeur en werd zo lid van de club der vijfdeurswagens. Volkswagen integendeel voegt een klassieke koffer toe aan de Golf die de Jetta wordt. Andere nieuwigheid was de Luas, een Russische 4x4 wagen waarvan de import nog niet in overweging wordt genomen. De Japanse constructeur Subaru presenteert een elegant wagentje uitgerust met een vierwieltractie. Een model dat in de Verenigde Staten reeds jaren werd gecommercialiseerd. Ook in het teken van de besparingen betwisten enkele minibagens zich de titel van spaarzaamste in het verbruik. Maar als u werkelijk een overtuigde voorstander bent van de energiebesparing, ga dan even naar de fietsenafdeling waar u zich dit fraai exemplaar met twee plaatsen kan aanschaffen.